Alright, ik ben Sharon, ik ben de lead vocalist in de band, The Wineberries. Ik zing al 4 jaar voor die mannen. En ik geniet het verschrikkelijk, het is wel heel lekker. Hallo, ik is Aldus Swart. Ik is 5 jaar lid van die Wineberries. Ons was eens die wingerdlatte geweest, so 2 jaar terug het ons die Wineberries geword. Ek is die gitaarspeler, sing een paar songs en geniet het, doen het in my vrye tyd en mal ouwe. Hi, ek is Anke Swart. Ek het in die begin van hierdie jaar het ek aangesluit by die Wineberries en ek is een van die vocalists. En ik is mal daaroor. Het is verschrikkelijk lekker. Het is een passie van mij wat ik uitleer. En het is baie lekker. Hallo, ik is Christian. Ik speel die bass. Ik ben die banjo. En ik is wat zoals altijd 5 jaar in die band. Ons het die Wineberries begin. En ik denk daar leer baie dinge voor van ons. Ja, basis wat ons doen is ons maak muziek voor oud en jong. Ons probeer enige genre speel. Ons het basis 3 series uit tot dusver toe. Ons het so 3 jaar terug een live optreden opgeneem en het op CD gezet. Daarna het ons in ons studio het ons eerste oes weer gaan opneem. Het meestal coverliedjies wat ons gedoen het. En dan het ons gedagtes uitgebring. Dat was so 6 van ons eigen geskryfde liedjies. En ons is bezig in die studio nou om ons nieuwe CD uit te brengen. Waar vandaag so 12 van ons eie liedjes gaan opwees, dan gaan een paar van die vorige weer opwees wat ons die oor gaan doen het. Ons het een bykie meer effort in hierdie ene gesit. Rechtig gaan sit en een bykie gedink wat ons wil skry, wat ons wil neerpen. Rechtig gaan soek na liedjes wat by ons pas. Omdat ons een dansorkest is en mense entertain dat hulle kan dans, het ons een bykie meer specifiek na die type liedjes gaan kyk. Voor mij ook wat ons die muziek in ons eigen studio opneem, leren ook met elke CD wat om te doen. Die eerste een was baie rof geweest, ek ben as nou daarna luister, het is nou afskamerig. So elke CD het ons verbeter en ek denk, rechtig met die een wat nou gaan uitkom, gaan ons vir niemand terugstaan in die muziekbedrijf nie. Ons het al oorals gespeel, van Namibia af, tot in Nieuwoudtville, tot in Williston, Langebaan, Elandsbaai, Witsand, Heidelberg, Swellendam, Dwarskersbos. So ja, ons speel oral. Ons wil nie die klein funksies uitmis. Ons is nie een band wat wil bekend raak en dan later so duur raak dat jy ons nie kan bekostig. Ons pas ons prijse aan vir enige funksie. Ons probeer vir mense wat 30 mense vanavond by sy verjaarsdag is en een live band wil hee, ons is daarvoor. Ons pas ons prijse daarvoor aan. Denk ek die muziek wat ons altyd probeer maak, of van het ons die dag begin muziek maak het, is om lekker dansmuziek te maak. Muziek wat die mense kan geniet. Lekker kuier, lekker party en fun en saam. Ek hou baie van die nieuwe songs wat op die CD is en ek geloof dit sal een groot hit wees. Weet jy, ons gaan rechtig oor die hele spectrum, ons sê nou ons het die muziek van die 60s, 70s en die 80s, maar ons doen tot Guns N' Roses' muziek. Ek is gek oor Guns N' Roses, ek het groot geword in die era. Ons doen Knockin' on Heaven's Door, nou, net om jy idee te gee, ek dink nie eens Anke was gebore toe Knockin' on Heaven's Door gemaakt is. Sy doen die song vir ons, sy doen het, ek dink, ongelooflik. Ek weet nie hoe sy daar oor voel nie, om een song te maak wat jy op my buitenkant daar era val nie. Maar die mens is mal daar oor, ons krijg baie goeie terugvoering daar oor en ons gaan dit tot op ons nieuwe CD sit wat ons uitbreng. Ons 4 kom lekker oor die weg, ons verstaan mekaar, ons het lekker persoonlikheid op die stage
En ons is net een baie, baie lekker groep wat saamwerk. Omdat ons is nie eintlik net 'n band nie, ons is meer soos 'n familie. Combinatie van twee meisjes en twee mans in ons pike keuzes van ons type muziek wat we doen van oud en jong, boek ons.